Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster. Ik heb jullie comments gelezen en ik heb gezien dat... deze gaat gelijk naar de uitgang. Ik heb gelezen hoe je dus verschillende karakters kan besturen en wat zit deze te doen. Als een medewerker. En die medewerker heeft denk ik niks te doen hier. Niemand loopt hier op de Main Street. Welkom bij die Rollercoaster Koen. We gaan gewoon weer even spelen deze game. En gaan eens kijken wat iedereen doet in het park. We staan allemaal bij entertainers. Die staat in de wachtrij. En hier een buggy. We kunnen zelfs deze buggy besturen. Kijk hoor. Yeah! Oh, dat gaat goed. Ja hoor, dat gaat helemaal goed. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is de buggy. En hij komt hier door de Main Street. Het is de optocht eigenlijk, officieel de optocht. En kijk, deze buggy is gaan, mensen. Hij gaat hard door het park. En waar gaat hij heen? Welke attractie zal hij gaan benaderen? Nou, nogmaals welkom mensen bij mijn park, bij mijn Disney Unique. En jullie hebben eigenlijk de hele bouw van het park gezien. En jullie kijken nu eigenlijk nadat ik eigenlijk ga spelen. En dat er nou bijna al 850 mensen in mijn park rondlopen. En dat ze eigenlijk alleen maar verspreid zijn over de Main Street nog altijd. Maar ze vinden het leuk hier in de Main Street lopen. Kijk, het is ook echt een plaatje om dit te zien. Al die drukte. Het oogt zo verschrikkelijk leuk. En kijk ook de ballonnetjes. Mensen kopen ook ballonnetjes. Nou, de entertainers lopen hier ook rond. Het is echt een hele gezellige boel hier. En de attracties, zijn die al in werking? Want ik weet dat de monorail rijdt. Ik weet niet of er een wachtrij voor staat. Ik zie hier geen mensen wachten. Dus dat betekent dat hij ook... Het is ook al heel stil op pad. Er loopt wel een monteur daar. Zit er al iemand in de boten? Ook niemand in de waterplonsboten. In de achtbaan zit helemaal vol bijna. Achterin gaan mensen niet zitten. Raar. Achterin is juist gaaf als je achterin zit. Dus dit gedeelte, het spookhuis, heeft ook nog niemand bezocht. Ik heb het gevoel, zijn deze attracties open? Natuurlijk zijn deze open. Hoe kan dat ook anders? En ook, even kijken, de spookhuiskarretjes gaan gewoon lekker door. Heel erg griezelig hier. Maar het spookhuis loopt goed. Het ziet er leuk uit. Ik ben heel benieuwd of dit ook goed bezocht wordt. Want dat moeten we nog een beetje gaan inzien. Ja, Mickey! Nou, kom maar langs hoor, jongens! Naar de wijncellar, de wijnkelder. Maar dat is eigenlijk gewoon een attractie. Dit is ook de ingang van de plonsbootattractie natuurlijk. Eens even kijken, zijn er al mensen in aantocht? Echt nog helemaal niemand. Mensen ontdekken dit niet, maar het park is echt heel erg groot. Er gaan mensen hier in de monorail, wat leuk. Kijk, ze lopen een trappetje omhoog. En ze komen dan... hier zo in het gebouw. En dan vertrekken ze hier met de monorail. Kijk, daar komt hij al. Hij past precies door die boog. Zien jullie het? Er zitten ook mensen in als je goed kijkt. Er zitten een paar mensen in. Ik weet niet als ik het beeld zo hou of je dan kan zien of er mensen in zitten. Oh. Nee, alleen maar voorin zitten de mensen geloof ik. Ja. Nou, leuk. Er zitten mensen voorin. Leuk hè, om te zien ook. Yay. Oh, er zit helemaal vol. Er zitten 5 mensen in. Of is dat een bestuurder? Oh, dat is een bestuurder natuurlijk. Een bestuurder voor een monorail? Ja, eigenlijk wel. Officieel wel. Ja. Nou mensen, sorry dat ik hem weer moest knippen. Maar na een derde onderbreking kan ik nou eindelijk hopelijk verder met mijn park. Zonder gestoord te worden. En eens even kijken. We gaan dit pad eens een beetje uitbreiden. Ik denk dat ik dit 2 breed maak. En dat eindigt ook hier dan 2 breed. Ik weet niet waar ik hem 3 maakte. En misschien kunnen we hier wel een beginnende attractie maken. Ik heb hier wat huisjes neergezet. En ik heb hier ook nog wat huisjes neergezet als thematisatie hier in deze attractie. Ik vind dit ook nog steeds een heel leuk concept idee. Moet je kijken hoe leuk dit eruit ziet. Met dat rad ook zo draaiend. Ja, dat ziet er echt leuk uit. Dat water valt ook op het rad. Je hebt een prijs gevonden voor meest betrouwbaar. Meest betrouwbaar. Oké, nou dat klinkt goed. Dan hebben wij genoeg monteurs aangenomen in ieder geval. Nou, hier is een achtbaan. Daar moeten we even mee uitkijken dat we daar niet te dichtbij bouwen. Ik verwijder wat bomen. We hebben hier een terrein. Een best wel redelijk groot terrein zoals je ziet. En daar wil ik dus een nieuwe attractie neerzetten. En ik dacht aan een buitenattractie. En wat is er nou niet leuker om een beetje Wild West idee, aka piraten idee te plaatsen. Zoals je ziet zit dit gebouw zit hier een beetje in de grotten verwerkt. Dat ziet er wel leuk uit. Ik ga gewoon dus de attracties met jullie langs om te kijken wat het beste in de buurt komt om hier te kunnen bouwen. Nou, we hebben natuurlijk de tractorrit al, we hebben de monorail, we hebben een treintje lopen. Wat kunnen we nog meer doen? Sowieso vallen de bootjes af.
of de bootjes. We gaan niks met water doen. We gaan ook niks met autootjes doen. Dus ik denk dat dit allemaal afvalt. We gaan naar het volgende. Antieke wagentjes doen we ook niet meer. Wat is dit? Dark ride? Ook niet, want we willen iets in de buitenlucht maken. Ik ga niks overdekken weer. Ik denk dat of de hindernisrace komt wel in de buurt. Je hebt mini-helikoptertjes, maar die komen niet echt in de buurt van dit. Ik denk zelf dat het de hindernisrace wordt. En puur omdat die paardjes zijn gewoon superleuk om met je paardje door zo'n gebied te gaan. Dus ik selecteer dit gewoon. Ik doe dit normaal nooit. Wat is dit? Als je dit waterlichaam aanpast, worden er automatisch één of meerdere watervallen verwijderd. Nou, ik doe allemaal niks. Oh, kijk, als je hierin bouwt, dan geeft hij een melding. Oké, prima. Het voordeel van dit is dat je niet omhoog hoeft getakeld te worden. Je blijft, zeg maar, op één verdieping. We kunnen hem wel eentje hoger maken, één tijdje dat je net boven de grond zit. Maar we kunnen hem ook gewoon op de grond maken. Dus ik ga een station maken. En het station komt hier zo in de buurt. Even kijken, ik gok. Want hier ligt hier is het omhoog aan het gaan. Dus we moeten ongeveer de rekening mee houden. Ik gok hem op. Er moet nog een wachtrij erbij, hè. Hier zo. En misschien is het leuk om te gaan vertrekken. En dan maken we ook wat slalombochtjes. En misschien is het leuk om zoiets te doen. Dat vind ik wel heel leuk. Hier kan je wat thematisatie plakken. Oh, dit is gaaf. Dan ga je zo langs het huisje. Ja, ik maak wel wat leuks. Je moet natuurlijk een soort van dorpje gaan maken en wat thematisatie. Maar je kan hem omhoog laten takelen. Ik weet niet of die zo vooruit komt of het echt een achtbaan idee is. Volgens mij niet. Volgens mij gaat hij gewoon één tempo en dat houdt hij aan. Even kijken, staat dat? Ja, de webcam staat ervoor. Dus ik moet af en toe een beetje spieken zo. Nee, oh, hij gaat niet. Het is een achtbaan idee. Of verschrikkelijk. Dat kan je toch niet maken? Hij staat niet eens onder achtbaan type. Kijk, dit snap ik echt niet. Dit moeten jullie hem even uitleggen. Hindernisrace. Achtbaanattractie. Oké, ga dan hierbij staan. Kijk, dit zijn achtbanen. Staat hier dan de hindernisrace ook bij dan? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik vind het wel heel vreemd dat het zo ineens is in één keer. Ja, anders moet je de Cars attractie doen. Die kunnen we wel maken. De Radiator Springs Racer is wel Disney. Maar ik vind dit ook heel mooi. Nou, want anders krijg je weer een auto-idee. En dat wil ik niet. Ik wil de auto-idee niet. Dat vind ik minder. Geen auto-idee. We kunnen ook hangattractie doen, maar deze is wel heel gaaf. Hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dit in vredesnaam oplossen? Als ik hier geen bocht in mag doen, wat dan? Wat moet ik dan doen? Dit is zo vreselijk irritant. Dan moet ik heel de tijd met dit soort dingen werken. Ik kan dat laten zien aan jullie. Kijk. Die soort van... Dit gedeelte is erin. Het kan wel. Het is wel afschuwelijk lelijk, vind ik zelf. Maar het kan wel. We gaan eens proberen of hij dit haalt. Kijk. Als wij hem eens laten testen. Dan krijgt hij dus een vaart door dit soort van... Maar niet zo snel. Dat haalt hij nooit. Wacht even. We maken de snelheid van dat omhoog getakelen. Maken we gewoon wat harder. Kijk, en dan doen we hem nog een keer testen. Moet jij eens kijken hoe dat gaat. Let op. Hij vertrekt. Hij krijgt hier een boost, zodat hij wat verder gaat. Kijk. En dan heeft hij genoeg tempo om bij de volgende te komen. Maar dit is wel heel veel bochtenwerk. En dan gaat hij hier bijna stilvallen. Dus dat moeten we voorkomen. Dus we gaan hem nog iets harder aandrijven. Het kan niet harder. Weet je dit? Hij staat gewoon stil. Wat is dit voor klotezooi? Dit werkt gewoon niet. Als we hem hier nou ook laten toetakelen. En hier een bocht. Oh, dit kan wel. Dit kan op zich wel. Je komt niet echt dicht bij het... ja, prima. Dan moeten we het zo maar gaan doen op deze manier. Heel apart. Maar zo blijft hij wel een bepaald tempo houden. We moeten het maar op deze manier doen. Ja, leuk. Nou ja, goed. Het kan niet anders. Echt heel shit. Echt heel shit. Leuke Rollercoaster Tycoon. Leuk dat jullie dit zo hebben gedaan. Ik hoop dat jullie in de toekomst nog een attractie ontwerpen. Gewoon een... Dat ik wat mooier de baan kan maken. Want dit gaat natuurlijk nergens over. En hier doen we dan ook een stukje naar voren. Zo.
Waar gaan we hem heen laten gaan? Ik weet niet waar we hem heen laten gaan. Hier is een mooie berg, dus daar kunnen we ook wat mee gaan doen. Misschien is het leuk om elkaar weer terug te zien in het parcours. Dat is misschien wel leuk. Dat vind ik al sowieso altijd heel leuk. Dat zie je ook altijd bij die races. Dat je altijd je vader terugziet. Of zo bijvoorbeeld, zeg maar wat. Grote bocht, gaat hij dat halen? Dat hopen we wel. Als moet ik een boost gaan selecteren, dat kan ook nog. Dat ik hem iets harder laat gaan. Ik ga eens kijken of hij dit haalt. Dat zal het wel. Dat is een grote bocht dit, hè? Gaan we gokken? We gaan gokken. Oh, die boom. Een grote boom. Hier moet je kijken. Ik zie door de bomen de attractie niet meer. Hè? Nou, dit haalt hij wel nog net, hoor. Oeh, hij heeft wel moeite. Maar hij haalt het wel. Nou, dan krijgt hij nog een bocht. Dan krijgt hij nog een oplawaai van die boost. En dan kijken of hij dit haalt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is één bocht. Ja, dat haalt hij makkelijk. Absoluut. Nee, dit gaat goed komen. En dan gaat hij natuurlijk ook onderdoor, hè? Onder een boogje en zo. We gaan wel een stukje dark ride gaan we wel maken van dit. We hebben zoveel plek. We kunnen nog lekker tekeer gaan, zeg maar. En als ik dit nou doe, dan blokremmen. Of deze. Als we die nou wat harder laten gaan. Ik weet niet hoe die dat gaat doen. Want het is deze, de blokremmen, of het is de remmen. Maar je kan instellen dat remmen harder gaan dan normaal. Dus dat is echt heel vreemd. Maar als we dat kunnen instellen en hij gaat echt harder, dan is het goed. Ik ga nu kijken wat hij nu gaat doen. Kijk, hij komt eraan, het paardje. En als het goed is, zou hij een boost moeten krijgen. Nee, hij remt alleen af. Heel fijn, super fantastisch. En blokremmen, ik ga eens kijken wat die doen. Eentje was het, daar kon je het instellen dat hij harder ging. Dat was wel grappig, want dan kon je precies instellen van... dan ging hij een boost, krijgt hij dan, hè? Laten we even wachten tot het paardje is. Ja, hij heeft de boost, hij gaat harder. Mooi. Het is dus de blokremmen. We moeten dat veranderen. Zo. In bepaalde stukjes, zodat hij die vaart erin gaat houden. Ik snap hem helemaal. Oké, let op, hè. Nou gaat hij waarschijnlijk gewoon veel beter. Nou, maar die aanpassen, die wordt dan weer wat groter, die wordt weer wat harder, krijgt dan een 11. Oké, dat wordt een leuke layout, denk ik, hoop ik. Wordt wel een grote layout, daar gaan we vanuit, hè. Maar daar gaan we niet vanuit. Ik hoop dat je het wel een leuke layout vindt. Het is een heel apart, ja. Het is wel heel apart. Ik denk als we het leuk gaan aankleden, dan komt het helemaal goed. Wordt het een fantastische, het moet wel een beetje mijn favorietje worden, weet je wel. Dat weten jullie, dat kennen jullie wel, hè? Van, oh, dit is mijn favoriete attractie. Die wil ik wel nog een keer in. Of juist niet. Kijk het lekker met je attractie. Kan toch? Nog een blokrem. Ik denk dat we hem nu naar het einde laten gaan. Misschien is dat wel een idee. Oké, we gaan hem gewoon testen. Ik wil gewoon even erin zitten. Gewoon kijken hoe het eruit ziet als je in dat ding zit. Oké, ik wil wel een beetje ervan af. Zo. Ik wil er echt op zitten. Kijk hoe dat voelt zo. Ja. Oké, dit gaat soepel zo. Dat gaat leuk. Ja. Even kijken hoe het aanvoelt. Hè? Als je bezoeker bent. Hoe zou het eruit zien op zo'n paardje? Het gaat even niet om de omgeving. Hè? Oh, dit kan wel toch? Ik merk dat hij ergens was die langzaam. Dat merken jullie ook, hè? Dat was dit stuk, geloof ik. Hier. Dit mag wel iets harder, denk ik. Even kijken, hoor. Deze. Hier zakte die een beetje in, geloof ik. Of was dat bij deze? Deze mag iets harder nog. Als we hier wat omhoog laten gaan. Met snelheid. Kijk hoe dat beter is. Zo. Nou, dit is de layout. Ziet er heel vreemd uit op deze manier. Maar ik beloof jullie dat in de volgende aflevering gaan we dit een beetje meer thematiseren. En gaan we het een beetje indelen in scènes. Het moet dus een beetje Wild West idee worden. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet hoe ik het ga aanpakken. Ik ga dit nog even fixen met die berg hier. Want die berg ziet er niet uit. Zeg eerlijk, hè? Dat ziet er niet uit. Oh, nu ziet hij er nog minder uit. Ik laat even inzakken zo. Ja, dit ziet er helemaal niet uit. Ik weet het. Maar dit wordt één vlakte. Wacht even. Moment. Zo. En dan doe ik hem zo. Mensen, bedankt voor het kijken naar de video. Ik heb nog steeds niet goed gedaan. Tomme, nu wel. Yes.
Bedankt voor het kijken naar de video. We gaan de volgende keer verder met deze attractie. En dan zie ik je later. Doei doei!